Welkom bij de Party Awards 2018. Ik ben Matthijs. Ik ben Bianca. Ik ben Bo. En wij gaan jullie vanavond op locatie meenemen en achter de schermen van de Party Awards 2018. Ik zit hier samen met Davy, een man druk achter de schermen bezig om deze avond op rolletjes te laten lopen. Davy, wat kunnen we allemaal verwachten vanavond? Ja, we kunnen verwachten dat er natuurlijk de awards uitgereikt worden op de avond zelf. We hebben artiesten die komen optreden. En netwerken natuurlijk. Mensen komen netwerken en komen ideeën opdoen. Zoals bijvoorbeeld de zomerrit van volgend jaar misschien wel hier gemaakt wordt. Wie weet, wie weet. En vorig jaar, 2017, is een groot succes geweest. Krijgen we dat dit jaar weer? Ja, we gaan het gewoon weer proberen natuurlijk. We gaan ons best doen. En ja, we hebben in ieder geval veel bezoekers vanavond. Dus ja, we gaan ons best doen. Zo, nou Marcel, het is hier al lekker gaande. Je hebt meegeholpen met het organiseren van het partycafé. En vertel eens hoe dat gegaan is. Ja, inderdaad. We zijn al een tijdje aan de gang hier. Er komen allerlei DJ's en artiesten die er een geweldig feest van gaan maken. En ik zou zeggen, als je zin hebt, kom maar even een kijkje nemen. Het wordt echt heel gezellig erachter. Ik sta hier bij de ingang samen met Stefan. En Stefan, wat is jouw rol van vanavond? Nou, ik mag vanavond de artiesten in ontvangst nemen, de mensen begroeten. Want we staan inderdaad, wat je zegt, bij de ingang. Lekker fris, maar ja, zo kunnen we er een beetje beschermd bij blijven. Want we moeten natuurlijk in de gaten houden wat er allemaal gebeurt, wie er binnenkomt. En dat iedereen tijdig komt waar ze moeten zijn, bij het podium. En je kunt zeker nog geen tipje van de sluier oplichten wie er allemaal komen vanavond. Nou, nee. Nee, als ik dat doe, dan heb ik ruzie. Want ja, voor degenen die willen weten wie er winnen, of internet in de gaten houden, of zelf langskomen. In ieder geval volgend jaar. Alles wat we vanavond opnemen moet natuurlijk ook worden geëdit en online worden gezet, zodat jullie het kunnen zien. En dat gebeurt hier binnen. Kom maar even mee. Zoals jullie kunnen zien, gebeurt het hier binnen allemaal. Dit is het zenuwcentrum van de Party Awards. En wij staan hier bij René. Hi René. Hi, hey Matthijs. Jij zorgt ervoor dat alles hier qua beeld en geluidmateriaal alles relt en zeilt. Ja, ja, dat klopt. Wij zijn hier vooral bezig met de livestream. Dus alles wat jullie nu live allemaal op tv zien, dat wordt hier allemaal gedaan. Ik kan even kort, hier heb ik met twee editors zitten. Die zijn continu bezig met beelden aan het ontvangen, zorgen dat alles netjes online komt. Hier heb je de mannen zitten, die zijn continu bezig met de live registratie. Dus die zenden alle beelden uit op het podium en die schakelen meteen weer door naar ons. Dus we zijn lekker druk bezig en proberen jullie allemaal zo'n mooie avond thuis te bezorgen, zodat jullie volgend jaar ook allemaal naar de Party Awards komen. Nou, fijn om te horen. Super, ja. Super vet. En we hopen natuurlijk dat jullie blijven kijken. Ervaren? Super, het was lekker druk bezocht. Het schema liep gesmeerd, eigenlijk te gesmeerd soms. We liepen gewoon af en toe tijd in, maar nee, het was gewoon super. Iedereen die wilde meedoen en enthousiast en het was een gezellig feestje. Zelfs uit, dat was voor mij natuurlijk de eerste keer. En ik wist niet wat ik moest verwachten. En ik moet eerlijk zeggen, het was echt top. Echt top, ik vond het echt super geregeld. Ik wist ook niet hoeveel mensen zouden komen. Het was gewoon helemaal afgeleid, over 700 man. Is dat elk jaar zo?
Ja, elk jaar hebben we ongeveer 700 personen die meekomen feestje vieren. Horecazaken die komen met personeel, bussen, 30, 35 man. Is dat één groot feestje. Dus ja, ik ben heel benieuwd, want je hebt nu de party was. Ik ga een vraag aan jou stellen, want jij hebt natuurlijk de party was nu van begin af aan meegemaakt. Van de opbouw, met de vlogs, van de artiesteninterviewen, horecazaken die je bezocht hebben. Wat is nu jouw algemene indruk? Want daar ging het om bij de vlogs. Wat is nu jouw indruk van de party was? Oké, ik was in het begin heel sceptisch. Dat meen ik echt. Mm-hmm. En toen dan, omdat je in het begin denk, ik wist nog eens wat een party award inhield, zeg maar, of wat het was. En dan gisteren, dan zag ik natuurlijk, zeg maar, al die mensen en die artiesten kwamen. En ik ging natuurlijk ook die artiesten interviewen. En die waren gewoon echt blij. Ze stonden gewoon echt te shake. Ik moest ze gewoon beet houden. Waren gewoon een shake. Zo blij dat ze een party award hadden gewonnen. Ik wist niet dat zo'n award zoveel invloed had op wat het met een artiest deed, zeg maar. Ja, een award is natuurlijk voor een artiest of een horecazaak heel belangrijk. Waarom? Je hebt iets om mee te slaan. Het is eigenlijk een soort een middel waarmee je publiciteit kan creëren. Van jongens, kijk eens, dit hebben we wel voor elkaar gekregen. En dat kun je gebruiken op social media, in de media. En het levert je gewoon meer aandacht op. Dus voor de artiesten is het interessant, omdat natuurlijk ook ze komen in de picture bij organisatoren van feesten en denken, oh, misschien moeten die dan maar een keertje boeken. Dus ze krijgen meer boekingen. Horecazaken is natuurlijk ideaal, want die kunnen bijvoorbeeld als ze bijvoorbeeld in de clinch liggen bij de gemeente zeggen van, joh, luister eens, we hebben hier een award. Het is echt gewoon een middel, en daarom is het ook gewoon belangrijk, waarmee ze zichzelf in de picture kunnen stellen en ook daar profijt van hebben. Ja, want er waren ook, zeg maar, gewoon heel veel artiesten die, zeg maar, die waren wel genomineerd. Wat ik niet zo goed begrijp. Kijk, iedereen die komt gewoon. Iedereen is natuurlijk genomineerd. Die zijn in de zaal, staan op de VIP, staan overal. En op een gegeven moment wordt die naam wordt omgeroepen. Nou, het is gewoon echt van, in die zaal ook, iedereen gaat tekeer. En een artiest verwacht ook niet van, oh, ik heb gewonnen. Nee, we proberen natuurlijk zo lang mogelijk geheim te houden voor de teas als ze wel of niet gewonnen hebben. Dus we proberen ze altijd vaak met een smoesje hierheen te trekken via het management of wat dan ook. En bij de DJ's ook proberen we, joh, is dit in de top 3? Dus je hebt kansen, zorg dat je er bent. Maar we proberen het wel zo lang mogelijk geheim te houden wie er echt wint. Maar dat merk je gisteren in de zaal ook, eerlijk is eerlijk. Want er werden ze omgeroepen en ze zaten echt zo van, word ik nou omgeroepen? En dan, ja. Mooi hè, ja. Mooi hè, de reacties. Ja, en daar vind ik ook heel blij om. En dat het zo ontvangen wordt, is gewoon super. Dus ja, ik moet zeggen van de Party Awards, ik hoop dat ik er volgend jaar weer bij mag zijn. Want ik heb het echt heel erg leuk gehad met jullie, met Dick Maas en Dick Maas 2.0. Echt super. En het feest was gigantisch. Ik was voor de eerste keer niet dronken. Mag ook in de krant. Ja, want dat komt omdat je natuurlijk gisteravond die semi-live vlogs hebt gedaan. Hè? We zijn gisteravond voor de eerste keer ook live op Facebook geweest. En dat hebben we allemaal met leuke vlogs gedaan. Ik denk dat het wel, we hebben best veel kijkers gehad. Over het algemeen, niet allemaal tegelijkertijd, maar over de hele stream. Gaan we zeker volgend jaar denk ik nog een herhaling doen. Ja. En volgend jaar gaan we natuurlijk alle winnaars van dit jaar opzoeken. Och, dat moet wel vroeg gaan beginnen in het seizoen, of niet? Ja, nou goed, we gaan inderdaad misschien wel eerder op pad, wie weet. Dus je moet nog een beetje dweilen, heb ik gezien, want het is nog niet helemaal schoon. Ja, ik ga zo de mop even halen, inderdaad. Oké, nou, ik wil je eigenlijk heel erg bedanken. Ik zet gewoon Stefan en Davy aan het werk. Stefan, Davy, jullie willen die mop even pakken. Komt goed. Nou, dat was de Party Awards 2018. Ik zou zeggen, zorg dat je er volgend jaar bij bent. Ik ben erbij.